Welkom. Jij hebt een sessie gegeven vandaag op het MI. Of ga je nog even? Nee, heb je gegeven. Jij bent van Spacebus en dat heb jij samen gedaan, of dat doe je samen met André Kuipers. Ben je medeoprichter. Ja, vertel, wat is het? Wat is Spacebus? Je hebt in ieder geval al je bedrijfskleding. Ja, ik heb een space suit natuurlijk aan. Nee, Spacebus is een educatieprogramma gebaseerd op het overview effect. En het overview effect is eigenlijk de allerbelangrijkste emotionele ervaring van astronauten. Daar wordt normaal gesproken niet zoveel naar gevraagd. Want als je aan een astronaut natuurlijk iets vraagt, gaat het altijd over de ruimte. Maar waar zij het onderling vooral over hebben, is het overview effect zelf. En dat is de terugblik naar de aarde. En we zijn er eigenlijk achtergekomen dat als je die ervaring hebt gehad, dat dat voor het leven is. Dat dat een heel nieuw perspectief eigenlijk geeft op dezelfde planeet waar je woont. Grappig genoeg dus naar buiten te gaan, komt die planeet dichterbij. En dat die ervaring ervoor zorgt dat je met een nieuwe blik naar diezelfde aarde kijkt. En dat je daar vervolgens, als je op aarde bent, ook echt iets mee gaat doen. Dus al die astronauten hebben dat nieuwe perspectief en doen daar wat mee. Nou, sommigen heel radicaal, zoals bijvoorbeeld Wibbo Ockels, die is echt helemaal klimaatactivist geworden. Maar er zijn ook mensen zoals André Kuipers bijvoorbeeld, die zeggen van, nou, ik wil me echt op educatie van kinderen storten. Er zijn astronauten die worden piloot of die worden politicus. Andere astronauten gaan in de kunst, maar ze doen er allemaal iets mee. Nou, en dat heeft ons eigenlijk geïnspireerd om te zeggen van, nee, maar als dat nou zo impactvol is, stel dat je dat na zou kunnen bouwen op aarde en we zouden dat aan kinderen kunnen geven. Dan zou je daarmee een generatie krijgen die toch met een nieuwe blik naar die aarde kijkt. Eigenlijk de ambassadeurs van de aarde. En hopelijk zijn die wat beter dan wij in staat om toch bepaalde beslissingen of stappen te nemen. Wat ons van tijd tot tijd als volwassenen niet helemaal lukt. Dus dat is het Spacebus-programma. Ja, tof. Want niet iedereen kan astronaut worden. Nee, zeker niet. dus iedereen dat daadwerkelijk dat laten meemaken, dat is natuurlijk een stuk lastiger. Ja. Ik had het boek van Chris Hadfield ook gelezen. Dat was een hele reis die hij heeft gemaakt. Hartstikke gaaf, maar niet voor veel mensen weggelegd. Nee. Maar jullie hebben daar wat leuks op bedacht. Ja, we hebben daar een heel educatieprogramma voor gemaakt, voor kinderen. Dus wat we eigenlijk hebben gezegd, van ja, dat namaken is natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Ja. Maar laten we proberen daar zo dicht mogelijk bij uit te komen. Dus we hebben een educatieprogramma ontwikkeld waarbij kinderen ook echt in de voetsporen treden van een astronaut. Dus die komen op een dag op school en dan heb je de juf of de meester die tegen ze zegt van, nou, luister lieve kinderen, we gaan naar de ruimte. Ja. Kun je niet zomaar naartoe, want het is daar hartstikke gevaarlijk. Jullie moeten eerst getraind worden. Dat gebeurt met hulp van André Kuipers. En ze gaan dan een lesprogramma in waarbij ze eerst getraind worden. Uiteindelijk een astronautexamen doen. Dan komt de raket naar hun school. Daar komen astronauten zoals ik in deze bedrijfskleding komen daar naar buiten gelopen. Ja. Kinderen denken dan ook echt dat je astronaut bent. En dan gaan ze in groepjes mee eigenlijk naar de ruimte. Ja. Dan komen ze weer terug, ze landen weer op aarde. En vervolgens is er nog een heel belangrijk deel van het programma waarin kinderen eigenlijk allerlei tools aangereikt krijgen om iets met een inspirerende nieuwe blik te doen. En we doen dat samen met ESA, maar ook met Wereld Natuur Fonds, met National Geographic, Nederland Space Office, NEMO. Die hebben ons daarbij geholpen. En uiteindelijk gaan die kinderen een persconferentie geven op school. Net als echte astronauten. Want je moet wel outreach doen, zo heet dat. Dus anderen inspireren met dat wat je hebt meegemaakt. En dan gaan ze aan de andere kinderen op school en aan de ouders ook vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. En hopelijk hebben we ze dan aangezet met dat nieuwe perspectief. En hopelijk nemen ze dat de rest van hun leven met zich mee. Gaaf. Dat is het programma. Ja. En kunnen scholen zich hier dan voor aanmelden? Ja. Of ga je gewoon sowieso elke school langs? Of hoe werkt dat? Uiteindelijk is dat wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Onze ambities zijn groot. Nee, het programma is gratis voor scholen. Express, omdat we hebben gezegd van ja, er mag geen enkele financiële barrière voor kinderen zijn om dit mee te maken. Dus wij werken met behulp van donaties. Tot nu toe allemaal privaat gefund. Dus het zijn allemaal individuen geweest. Die hebben gezegd, zo'n mooi programma, we gaan jullie helpen. Ja. We krijgen nu ook donaties van foundations, waardoor scholen zich gratis bij ons in kunnen schrijven. En dan kom je helaas wel op de wachtlijst, want het is heel druk. Ja. Maar gelukkig komen er binnenkort... Nou, nog niet, maar binnenkort komen er twee nieuwe komen erbij. Dus dan vertrippelen we in capaciteit. En dan kunnen we weer veel meer kinderen gaan inspireren met dit perspectief. En dat doen jullie niet alleen in Nederland? Nee, ook niet. Nee, daar zijn we ook stiekem wel een beetje trots op. Nee, we hebben eigenlijk vanaf moment 1 gezegd van, maar wacht even, deze ervaring is zo universeel. Moeten we dit eigenlijk niet zo maken dat ook andere kinderen in de wereld dit mee kunnen
maken. Dat is één. Twee, er zijn over de hele wereld allemaal astronauten. Dus als we die nu als ambassadeur zouden kunnen binnenhalen, dan zouden we dit programma wereldwijd uit kunnen rollen. Dus we hebben het zo gemaakt dat je het, ja, dat je eigenlijk een Amerikaanse variant, een Japanse, een Ghanese variant, je kunt het lesprogramma aanpassen, de raket, de astronaut. Gewoon een franchise model. Ja, het is een open access model, hebben we ervan gemaakt, maar we zijn een stichting, het is non-profit allemaal, het is niet commercieel. Ja. Dus je kunt het uitrollen en we hebben dat afgelopen najaar mogen presenteren op de privéconferentie van astronauten. Super cool, er waren er 150. Ja. En André Kuipers had ons daar geïntroduceerd. Dus we hebben de raket naar de andere kant van de oceaan gesleept. Daar de astronauten in het programma gehad. Nou, die hebben ook echt gezegd, van, nou, wij willen dit heel graag endorsen. En daarna zijn we ook nog in Washington geweest bij de ruimtevaartindustrie. Ja, je liet daar net een filmpje van zien. Dat filmpje staat online, neem ik aan. Ja, staat zeker online. Okay, ja, je kunt bij ons op de website kijken. www.spacebus.earth. Aarde. Maar dat is ook wel lullig als je dan aankomt met die raket en dan stap je uit. En de enigen die uitstappen zijn de enige niet-astronauten die dan op dat moment aanwezig zijn. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar ik moet ook wel zeggen, ze zaten ook wel een beetje gek te kijken. Ja. Ja. Hey, en nu sta je hier bij Mie, Marketing Insights Event. Ja. Je hebt net een presentatie gegeven. Hoeveel kinderen zaten er in de zaal? Grappig genoeg worden volwassenen best wel snel kind als je het over ruimtevaart hebt. Dat is wel bijzonder, want op een of andere manier hebben heel veel mensen wel een verhaal van, ja, ik wilde toen ook astronaut worden, of ik weet nog dat André Kuipers naar de ruimte is gegaan. Ja, het spreekt heel erg tot de verbeelding. Ja, dat is wat het doet. Het zet toch de kinderblik wel aan en het kinderavontuur. Maar hoe ging dat verhaal dan? Want ik bedoel, dus is geen verhaal naar kinderen toe wat je gegeven hebt? Nee. Nee, dus hoe gaat dat verhaal? Wat we eigenlijk altijd presenteren is dat we aan volwassenen vertellen waar het educatieprogramma op gebaseerd is. We hebben een aantal prachtige filmpjes om mensen mee te trekken eigenlijk in die wereld waar wij met kinderen in zitten. Ja. En over het algemeen kunnen ze zich dan heel goed voorstellen hoe het programma eruit is komen te zien. Ja. Maar wat we hier ook vooral verteld hebben is van, nou, hoe kom je nou eigenlijk vanuit een inzicht, want het gaat hier over inzichten, tot uiteindelijk een heel programma zoals wij dat hebben neergezet. En dat is denk ik, hoop ik, inspirerend om naar te luisteren. En daar hebben we natuurlijk ook wel allerlei learnings. Dat ook niet makkelijk is. Dat echt wel veel doorzettingsvermogen ook behoeft om uiteindelijk tot zo'n soort programma te komen. Ja, want een inzicht komt niet vanzelf. Want als het vanzelf zou komen, zou iedereen het wel hebben. Nou, we zijn er met z'n allen verschrikkelijk hard naar op zoek. De juiste inzichten en de mooie inzichten. Dus dat is moeilijk om te vinden. Maar vervolgens, als je het hebt, begint het probleem eigenlijk pas echt. Want dan moet je ook echt een product ervan maken. Of in ons geval een kinderprogramma die ook een dusdanige impact heeft dat ze ambassadeurs van de aarde worden. Dus dat hebben we verteld. Ja, want het gaat vandaag ook natuurlijk heel erg over data. Ja. Verzamelen jullie dan ook heel veel data? Is dat überhaupt te doen? Ja, die verzamelen we zeker. Want de Universiteit van Tilburg is aangesloten op ons programma. Okay. Want we hebben gezegd van, ja, als je kinderen een mindshift wil geven, dan moet je ook wel weten of dat lukt. Ja. En ik heb daar laatst ook een hele discussie over gehouden. Dat zijn natuurlijk heel veel organisaties. Het leidend voorwerp bij die discussie was Sieren. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel organisaties die gedrag willen veranderen. Ja. Maar nou ja, ik ben psycholoog en ik doe heel veel experimenten online. Ja. Ik weet uit ervaring, en heel veel van mijn beroepsgenoten weten uit ervaring van, ja, we kunnen allemaal dingen, maar meestal lukt dat of de verandering vindt niet plaats. Mm-hmm. Er gebeurt gewoon niks met welke interventie je ook doet. Ja. Of het gaat juist de andere kant op. Ja. En het voorbeeld bij Sieren was van, ja, Sieren is eigenlijk, met de beste intenties wil je iets veranderen. Mm-hmm. Maar als jij niet valideert of het daadwerkelijk doet wat je wil. En het voorbeeld was van, nou ja, er staan er borden langs de weg. Hebben ze ooit een campagne gehad. Borden langs de weg om mensen niet op WhatsApp te laten. Want dat is gevaarlijk. Maar dat heel veel gedragspsychologisch. Ja, maar je herinnert mensen nu aan dat er zoiets is als WhatsApp. In de eerste 5 seconden denk je misschien van, oh ja, nee, dat moet ik niet doen. Maar daarna denk je van, oh ja, misschien heb ik wel een berichtje. Dus onbewust komt het. En waardoor je misschien dus wel een negatief effect kunnen hebben op wat je eigenlijk wil bereiken. Nee, dat klopt. Hè. Dat is natuurlijk je worst nightmare die je kunt hebben. Dat hebben wij natuurlijk ook wel, dat je hiermee het verkeerde gedrag zou faciliteren. De definitieve uitkomsten van het eerste onderzoek hebben we nog niet, maar die zijn wel veelbelovend. Jullie kijken in ieder geval naar de data, dat vind ik We zijn ook wel heel serieus in de missie, hè? Want als dit niet werkt, dan moet je hier gelijk mee stoppen. Weet je, zo simpel is het ook. Daarom hebben we ook nummer 1 gebouwd, omdat we gewoon helemaal niet weten of het werkt. Vandaar ook de universiteit erbij gehaald en ook Epiphany erbij gehaald om op een goede manier onderzoek te kunnen doen. In ieder geval, en dan probeer je het
op de beste manier te doen. Waarbij we naar vier verschillende dimensies kijken. Dus de eerste dimensie is die all die astronauten hebben. Dus die positieve ervaring en die negatieve ervaring. Dat proberen we uit te meten of dat daadwerkelijk gebeurt. Ja. Een ander element wat we proberen te meten is, ontstaan er daadwerkelijk learning gains? Dus is er leeropbrengst? Leren kinderen hierdoor iets? En wat leren ze dan precies? Dus dat is nummer 2. 3, zorgt er dat er nu voor dat kinderen in beweging komen? Weet je, gaan ze er iets mee doen? Het maakt ons niet uit wat. Weet je, het kan ook zijn dat je daardoor extra wolken gaat tekenen of de zon. Ja. Liever hopen we natuurlijk meer. Maar dat ze er iets mee gaan doen, dat het aanzet tot gedrag. Ja. En de vierde component is dat je natuurlijk hoop te gaan monitoren, dat ze dat ook over een langere periode gaan doen. Maar dat is een heel ingewikkeld onderzoek. Ja, dat is maar, super lastig, real life onderzoek. Dat is natuurlijk ingewikkeld. Het voordeel wel met VR, in ieder geval het VR-stukje is dat je natuurlijk met behulp van tracking dingen kunt meten. Je kunt ook geluid meten, dus je hoort ook geluiden van kinderen en dergelijke. Dus we proberen daar een heel goed onderzoeksconstruct voor op te tuigen. Ik denk dat we een goede eerste stap hebben gezet. Maar ik weet zeker, want in juni krijgen we die resultaten. Ja, dat er natuurlijk twee dingen gebeuren. Ik denk dat een deel van de uitkomsten, die zijn ons heel gunstig gezind. Want die kinderen zijn, die gaan echt wel aan, dat merk je al. Maar je gaat daar zeker verbeteringen nog in kunnen vinden. Ja. En ook in de onderzoeksmethode. Vanaf welke leeftijd is het? Ja, we moesten natuurlijk kiezen, zei iedereen. Dus ja, je moet dan focussen, zoals dat heet. Dus we hebben uiteindelijk onderwijskundigen ons uitgelegd dat we het beste op 9 tot 12-jarigen kunnen gaan zitten. Omdat die aan de vooravond staan van allerlei grotere beslissingen. Ja. En ze dan dat nieuwe inzicht, die epiphany, geeft dat dan de kans het grootst is dat ze dat de rest van hun leven mee gaan nemen. Okay. Ja, je kan natuurlijk ook uiteindelijk uitbouwen. Ik snap dat je focus moet hebben, maar dat je het uiteindelijk uitbouwt naar meerdere leeftijdscategorieën. Ja, zeker. En we merken al dat dat eigenlijk wel lukt, hoor. Dus je ziet al dat jongere leeftijden dat gaat en oudere leeftijden ook. Maar bijvoorbeeld in de raketten, dus in de VR-experience zelf, dat is ook 4D. Dat is wel echt ingericht op die leeftijd. Ja. En je ziet wel dat volwassenen zouden meer kunnen hebben. Maar dan wordt het te eng voor kinderen. Maar dat er ruimte is, dankzij dat immersive gevoel voor oudere doelgroepen, dat merken we wel. Ja, dus wie weet, dat zou mooi zijn. Ja, tof. Een oudere raket. Ja, bijna wel. Een oudere raket. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus maar dat zou fantastisch zijn als dat zou lukken. Ja. Hoe lang duurt het programma? Het is niet een uurtje gedaan dat jullie op school... Nee, absoluut niet. En dat is eigenlijk weer gebaseerd op de inzicht van... Ja, als je iemand iets 10 minuten laat doen... Ja, weet je, dat beklijft gewoon helemaal niet. Nee. Dus we hebben gezegd van, we gaan kinderen een langere periode dit programma mee laten maken. Dus scholen kunnen kiezen. Je kunt er een 6 tot 8 weken durend lesprogramma van maken. Maar je kunt er ook in een projectweek doen. Omdat die vorm ook veel voorkomt. En dan doorloop je dus verschillende stappen. Waar de raketervaring er maar eentje van is. Ja, ze zitten in het midden. Tof. Ja. Ik vind het heel gaaf. Ja. Ik ga zo in ieder geval... Want die raket staat dus hier buiten. Ja, de komende 2 dagen staat hij hier. Dus je kunt erin. Ja, Bart en ik zijn volledig blind naar binnen gelopen blijkbaar. We hebben hem niet gezien. We hebben de verkeerde kant binnengelopen. Ja, verkeerde kant. Wat jammer. Grote DI-beurs. Nou, maar we hebben zo even een break. Dus dan gaan we even kijken. Zeker weten. Dan gaan we daar zeker even een fotootje van maken. Nou ja, en ik ben heel erg benieuwd natuurlijk naar de data die eruit komt. Dus we gaan connecten met jou op LinkedIn. Ja, en dan over een half jaar dan... Hartstikke leuk. Dus kom dan ook vooral volgens daar zo. De indicatie die we nu krijgen is dat er op het gebied van all echt wel wat gebeurt. En dat er op het gebied van learning gains zich iets ontwikkelt. Meer wilde de prof niet vertellen. Dus ik heb ook gezegd, prima, we wachten het eventjes af. Maar dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat ook daadwerkelijk lukt. Nou, er zijn wel in ons vakgebied ook wel mensen die zich heel erg bezighouden met neuromarketing. Ja. Er is al discussie over hoe effectief dat is. Maar dat is juist iets. Bij neuromarketing, bij digital marketing is het vooral lastig. Omdat je juist het gedrag kun je perfect meten online. Ja. Bij dit soort toepassingen zie ik daar veel meer in. Omdat je juist dat gedrag achteraf... is heel lastig te meten. Maar dan ik kan het zeggen, ben je in het wild, zeg maar. Ja, maar juist hier, dan kun je juist wel... Wat je zegt, die all, dat is volgens mij wel iets... Dat je met dat soort technieken ook... Ja, en wat je daar natuurlijk ook wel merkt, even als aanpak... We hebben er ook echt voor gekozen om mensen te inspireren. In plaats van de Greta's zeg maar, aan de angstkant te gaan zitten. Dus mensen op een mooie manier eigenlijk die aarde te laten zien. Ja. Mensen door middel van vragen. Dat beschermende gevoel. Ja, het is aan mensen zelf. Weet je. Dus doordat je op afstand zit, zie je eigenlijk pas op welke plek je
woont. En iedereen weet ook wel dat als iemand in je oor staat te tetteren van wat jij allemaal wel niet moet denken, is dat eigenlijk het enige wat je dan denkt is van nou, dat dus even niet. Ja, dat is gewoon wat er gebeurt. En dat proberen we ook in dat lesprogramma dus op een hele andere manier te doen. We laten kinderen iets meemaken. Dus emotioneel meemaken, wel met een stukje kennis vooraf. En vervolgens door middel van vragen te stellen, ze eigenlijk zelf conclusies te laten trekken. En wat voor conclusie dat dan is, dat is echt aan de kinderen zelf. Maar het is een andere aanpak. Wat zijn de dingen waar astronauten vooral mee terugkomen? Want je zegt die oor, dat ze fantastisch. Zijn er specifieke dingen die ze vooral doen? Het is heel breed, maar een van de dingen die echt wel terugkomt is van wow, wat voor weinig ruimte is er eigenlijk voor mensen op de aarde. Want het grootste gedeelte van de aarde bestaat uit water. Ja. En dat zie je eigenlijk pas vanuit de ruimte, want er is heel veel blauw. En als je dan eigenlijk erachter komt hoeveel land er is waar wij met al onze mensen op wonen, dan zorgt dat echt wel voor een besef van hé, dat is eigenlijk veel kleiner dan dat ik dacht. Ik dacht eigenlijk dat wij de hele aarde hadden, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Dus als Nederlander dacht André, inpolderen. Dat soort dingen. Dus daar kijk je op een hele andere manier naar. Wat ook heel mooi is je ziet helemaal geen grenzen. Ja. Dus je krijgt ook vaak wel van kinderen echt zo van ja, maar waar is mijn land dan? Ja, precies. En wie heeft dan eigenlijk ooit die lijnen getekend? Ja. En dat zorgt natuurlijk voor prachtige mooie discussies, gesprekken. Maar ook bijvoorbeeld als je het regenwoud ziet met de wolken daar zo eroverheen. Of de satellieten die voorbij komen. Inmiddels. Nou, de gat erin of met rook. Want dat is natuurlijk ook wat je ziet. Hè. En ook satelliettechnologie bijvoorbeeld voor kinderen is hartstikke interessant. Ook voor astronauten. Want die monitoren natuurlijk zo'n aarde. Hè. En wat je daar dan vervolgens mee kunt zien. Dat is prachtig. En astronauten geven vooral terug van het is zo ongelooflijk knap hoe die aarde in elkaar zit. Ze kunnen er uren naar kijken. Vaak krijgen ze ook wel echt instructies om te gaan slapen. Maar de verwondering, het is echt earthgazing. Dat zeggen ze eigenlijk allemaal. Dat earthgazing. Is, ja, het is okay. Earthgazing. Volgens mij het verslavend. Een ander dingetje wat Chris Hadfield ook zei. Volgens mij de realisatie dat de laag lucht om de aarde, dat die zo klein is eigenlijk. Ja, het is wel heel weinig. Heel dun laagje atmosfeer. Ja. Okay. Heel dun schilletje. Ja, het wordt vergeleken met een schilletje. Je moet het vergelijken met een schilletje op je appel. Zo dun is het. En wij zijn tot nu toe de enige planeet gevonden die iets hebben wat er een beetje op lijkt. Ja, en dat zijn ook wel hele gekke, bijzondere inzichten. Je weet dat wel van tevoren. Maar ze zeggen ook allemaal pas op het moment dat je daar bent en het ervaart. Dat is, ja, dan it struck you. Dan is het echt van vrek. Ja. En ik vroeg me af, want die VR-beleving is natuurlijk, het gaat erom dat je zoveel mogelijk meemaakt wat die astronauten meemaken. Ja. Zijn het ook dus echt geschoten beelden in de ruimte? Of is het computer gemaakt? Of nee. Hoe is het? Nee, we hebben gelukkig gebruik mogen maken van de echte beelden van ESA en van NASA. Ja. Okay. Ja. Dus die hebben voor jullie. Nee. Onze, dat is gewoon een webcam van het ISS. Die staat gewoon continu aan. Ja, die is er ook. Ja. En er is een 3D-camera die nu ook daarboven staat. Dus die beelden worden nu wel ook levensecht geschoten. Maar we hebben dat met een ander soort technologie gecomponeerd. Omdat je natuurlijk toch ook een bepaalde route over de aarde heen maakt. Maar het zijn de echte beelden. Dus dat wat je ziet is echt beeld. Super. Ja, dat was ook wat die astronaut echt zei van nou. Ja. Dat was ik. Ik ben gewoon terug. Ja, precies. Dat is wel gaaf. Dat is wel een goede endorsement, toch? Dat is veel beter dan dat krijg je niet. Nee, dat was ook. Dat klopt. Ja, heel tof. Janine, ik heb jij nog vragen, Bart? Nee. Ik vond het heel tof. En ja, als je over een half jaar wil vertellen over een collega over de data die je daarvan tegen hebt, dan ben ik heel benieuwd naar. Hartstikke leuk. Want in juni kwam het, hè? Ja, als het goed is hebben we ze in juni. Nee, dus en graag, hè, want we delen het ook graag. Het is een open access model. Ja. Wij hebben ook niet alle wijsheid in pacht, dus we zijn altijd ook op zoek naar partners die ons op een of andere manier willen helpen. Dus dat is, dat doen we graag. Ja, tof. Ja, ik heb veel mensen in mijn netwerk die werken met Magento of Joomla of WordPress. Allemaal open source. Dus die allemaal fans van dat soort open. Iedereen werkt met data. Iedereen, ja, sowieso. Ja. Janine, dankjewel. Nou, super tof gesprek. Zeg het voort. Ook als jullie scholen in willen schrijven of wat dan ook. Promotie kunnen we wel. Nog één keertje mag je de URL? Ja, dan mag ik nog zeggen. Dat is www.spacebuzz. En dat is BUZZ. Earth. Dat is de internationale website waar je alles kunt volgen over ons. Dus tof. Dankjewel. Wij gaan even buiten naar de raket toe. Hartstikke leuk. En ik hoop dat er nog veel meer mensen komen. Inderdaad. Dank jullie wel. Dankjewel. Fijne dag.